Onze vaste partner, Leo van Hee. Ja, hallo. Ja, jullie zijn natuurlijk gewend dat jullie het over het algemeen historische fragmenten uit ons archief zien. Maar toen Tracy kwam met het thema De Oneerlijke Stad, dacht ik van nou, dit vereist toch wel een wat andere invalshoek voor deze keer. Denkend over het thema De Oneerlijke Stad, denk je al heel snel aan beelden van klassieke films zoals Siska de Rat of een mooie maatschappelijk geëngageerde documentaire uit de jaren 70. Maar al die films hebben eigenlijk één ding gemeen, is dat ze op een vrij conventionele manier naar onze cultuur kijken. Dus als het gaat bijvoorbeeld over jeugdcultuur, dat jongeren vaak in een soort van sociaal-economische problematische context worden gepositioneerd. En het is eigenlijk veel leuker om naar beelden te kijken die dat doen kantelen. Die meer over de fascinatie voor bijvoorbeeld jeugdcultuur gaan. Je zou kunnen zeggen, een eerlijke stad heeft ook eerlijke beelden nodig. En daarop voorbedurend kwamen we uit op een nieuwe film van Sam de Jong. Die vorige week in première is gegaan. De film Prins, jullie hebben er wellicht ook al van gehoord. En Sam heeft eerder een film gemaakt, Mark Jacobs. Daar laten we nu vanaf een kort fragment van zien. Het is een film die zich afspeelt in Amsterdam-Noord. Dus even aansluitend op die mevrouw die zei van ja, maar Amsterdam-Noord is toch ook een fantastisch stadsdeel. Nou, die films van Sam die spelen zich daar af. Dus dan gaan we misschien vanavond ook wel over andere delen in Amsterdam die tegenwoordig in de picture komen. Even los van de grachtengordel. Wat kan ik zeggen? Jullie gaan helaas niet de hele film zien van vanavond. Dat is helaas niet mogelijk. Daar is net iets te lang voor. We gaan de eerste 5 minuten bekijken. Maar jullie kunnen op 4 juli terugkomen naar AI. Waar we bij Prins ook Mark Jacobs volledig zullen vertonen. En ook nog een andere film van Sam. Maar, en jullie krijgen natuurlijk vanavond wel de maker erbij. Ja. Oké, wat mij betreft beginnen we met Mark Jacobs. Vertel nog een keer, Leo, wanneer is de Prins? Ja, Prins draait dagelijks bij ons sinds afgelopen donderdag. En overigens ook nog in 4 andere theaters in Amsterdam. Dus wie morgen naar Prins wil, dat is mogelijk. Ja. Wie wacht je, bluffer? Mijn poesula, opla. Waar kan ik Mark Jacobs van de bril halen? Hij moet Ray-Ban halen, Ray-Ban. Ja man, Ray-Ban. Het is 1, het is 2, het is 3, het is 4. Iedereen op Ray-Ban. Fuck Mark Jacobs man, je bent toch een soldier? Of ben je een poeplap? Dus maar weer eens fucking maar een hak, man. Ozzy, Ozzy! Ozzy! Ja, wat is er? Weet je waar ik Mark Jacobs kan halen? Nee, sorry, waarom heb je dat nodig? Jongen, ik ga toch naar Marokko toch? Oh, tuurlijk, Marokko, sorry man. Ik heb wel lasers voor je, check. Kijk, Ajax. Je weet toch Ajax? Sorry, geen geld voor man. Hé, laatst maar, veel plezier. Ik hoor dat je een bril zoekt. Hé man. Alles lekker? Ik heb alleen Duits.
het op? 3 tientjes. Die kost 200. Oké, kom maar, omdat jij uit bent. Heb je ooit op zonnetje gevaren? Ja man, elke zomer. Wat denk jij, vriend? Hoe hard gaat dat? Te hard voor jou, vriend. Amati. 50 mph. Dat is Engelse kilometer. Hier, probeer deze. Nee man, ik heb Ray-Ban, je moet Ray-Ban kiezen. Ray-Ban. Hey, wat vinden jullie mooier? Voor jou, man. Of die chickies daar? Die meisjes? Die meisjes daar, hoor, joh. Ze maken me gek daar, hoor. All day, all night.